Goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag woensdag 8 februari. En ik heb een beetje uitstelgedrag vertoond. Dus ik heb heel snel mijn trui, die ik gisteren had, weer aangetrokken. En mijn UX. En ik moet eigenlijk gelijk richting het zwembad met mijn moeder. Maar toen stond ik hier. En toen ineens ging dat even niet meer. Oh, wat lekker. Ik wil nog even mijn laatste beetje water opdrinken, dat ik wel een beetje... gehydrateerd. Oh, laat ik ook een badpak pakken. gehydrateerd en naartoe ga. Ik heb even een frambozenkwarkje op. Even kijken hoor. Jij bent aan de beurt. Ik ben weer terug bij mijn... Wacht, ik moet niezen. Ik ben weer terug bij mijn omste beurtsysteem. Sinds ik ze eraf heb gehaald en de video heb gemaakt. Ik weet niet waarom, maar omdat ik ineens toch een paar tegenkwam, denk ik, waarvan ik dacht, wow, die heb ik echt al lang niet meer aangehad. Dus ik ga nu netjes omste beurt. Ze krijgen allemaal hun kans to shine. Oké, handdoek. Kom maar, Trap. Goed zo. En dan, we zouden dus eigenlijk direct door naar mijn opa. Maar mijn opa, ja, dat zou ik nu uitleggen. Even kijken. Even deze in de tas. Mijn jas. Zo. Ik denk dat ik daar nog wel tijd voor heb. Het zwembad is letterlijk 5 minuten. En ik ken mijn moeder. En I love her, maar ze is altijd te laat. En als ik nu ga rijden, ben ik 5 minuten te vroeg. Dus, oké. Okay. Update. Ik ga het even kort doen. Proberen. Hij is gisteren naar het revalidatiecentrum gegaan. Hij heeft nog steeds zonder voeding, maar dat heeft hem wel echt geholpen om weer op kracht te komen. De reden dat hij niet eet, daar kunnen zij niks van vinden, maar ze denken dat het gewoon komt omdat hij heel veel stoelgangproblemen heeft. En dat hij daardoor misschien het niet wil, omdat hij die problemen niet wil hebben. Verder zijn er geen medische redenen. Maar de grootste grap is dat hij dus gisterochtend is aangekomen in het revalidatiecentrum in Doorn. En dat eigenlijk de arts middags al zei, ik vind de wond er niet goed uitzien. Dus ik wil graag dat je teruggaat naar Ede en het laat testen. En toen dachten wij echt allemaal, je maakt echt een freaking grap. Wij komen freaking net uit Ede. Dus hij is deze ochtend, as we speak, in Ede. Om bloed te laten prikken, om te kijken naar de waardes van het bloed en of er eventueel toch nog weer of nog steeds een infectie in die wond zit. En daar krijgen we over een uur uitslag over. Ik begrijp de ballen er niet meer van. Echt, wat een ellende. Mocht dat zo zijn, dan wordt hij uiteraard weer opgenomen en dan moet hij waarschijnlijk ook weer geopereerd. Nou ja, dit zijn aannames van wat er de eerste keer drie keer is gebeurd. Maar ik snap gewoon niet dat zo'n man dan naar Doorn gaat. Dan ga je er toch vanuit dat ze alles gecheckt hebben. En dan niet dat 3 uur later een arts daar zegt, de wond ziet er niet goed uit. Maar ik ben ook gewoon een beetje chagrijnig erover. Dat merk je wel. Dat is de update. Later deze dag meer, als ik ook meer weet. Dan gaan we nu rijden. Oh man, ik zou bijna denken dat ik mijn handdoekje in de zon neer kan leggen. En even kan zonnen, maar dat kan niet. Nou, meer hoef ik ook niet mee te nemen. Want ik ga daarna gewoon... richting huis maar, denk ik. Het ellende van een vaste routine is dat je lijf, dus je hersenen, daar aan went. Wat eigenlijk ook heel fijn is. Maar wanneer jij altijd 's avonds gaat zwemmen en gewend bent om na het zwemmen misschien nog heel even bank te hangen, een snackie naar binnen te werken, maar toch ook wel vrij snel naar bed te gaan. Denken jouw hersenen dus, wanneer je 's ochtends gaat, ook gewoon, hey, slaapje slaapje tijd. Niets is minder waar. Nee, zeker niet. Het is het begin van de dag. En ik denk dat ik wel weer eventjes nodig heb om weer in de moed te komen. Mijn oogleden, dat is het vooral. Ik voel op zich de rest van mijn lijf, maar mijn oogleden zijn heel zwaar. En dat is echt... nergens voor nodig, want ik heb gewoon... Ik lag ook vroeg in. Ik lag volgens mij om 11 uur in. Volgens mij heb ik bijna 10 uur geslapen. Wat ik ook echt wel van genoten heb. Dat dan weer wel.
Oké, ik ga de katjes even eten geven. Het is eigenlijk nog steeds een beetje vroeg. Maar ja, ze zitten de oren van mijn kop te mouwen. En ze beginnen aan mijn planten te bijten om aan te geven dat ze eten willen. Dat doen ze altijd. Het zijn allemaal niet giftige planten hoor, dus moet ik me verder totaal geen zorgen over te maken, gelukkig. Alleen maak ik me dan wel zorgen om mijn planten. Dus ik ga ze maar gewoon even voer geven. Ik heb ze gisteravond natuurlijk ook eerder gegeven, omdat ik ook voor mijn doen eerder op bed lag. Daar gaat het denk ik mis. Ik ga even naar het centrum, want ik moet even langs de apotheek. En ik zit er dus over na te denken om toch mijn puma's, ik kan het nu even niet laten zien, want ze zitten in de was, in het wit nog een keer aan te schaffen. Want ik gebruik ze dus voor het werk en ze zijn echt super, super, super fijn. Ik kan ze echt aanraden, maar ze worden zo vies. En ze worden zo snel afgetrapt daar, dat ik graag toch ook denk ik nog een paar wil voor normaal. Dat ik gewoon gescheiden schoenen heb. En dan zou je zeggen, want dat zit ik zelf ook te denken, zal ik dan niet zwarte kopen voor het werk, zodat ze mooier blijven. Maar ja, ik heb nu al een afgetrapt wit paar, wat ik niet meer heel kan krijgen en wat nog prima door kan voor het werk. Dus ik denk dat ik toch gewoon witte koop. Want dat vind ik voor de meeste outfits gewoon leuk. En ik heb deze nog wel. Deze had ik op Madeira gekocht. Maar daar gaat de zool dus ook nu van loslaten. Maar die kan ik voor nu nog wel gewoon aan. Maar die gaan wel vrij snel achteruit. Jongens, check even. Ik bedoel, ik heb het vorige week gezegd. Toen ben ik het vergeten te laten zien. Maar het wordt echt steeds beter zichtbaar. Mijn wimpers. Check mijn wimpers. Deze is echt prijzig. Ik zou het niet zelf heel snel aangeschaft hebben zonder dat ik zeker zou weten dat het zou werken. Volgens mij is die €50. Maar mijn wimpers. Oh, ze worden met de dag mooier. En ik gebruik het nu een maand. Je moet het eigenlijk 's ochtends en 's avonds doen. Ik doe het alleen 's avonds. Dus ik doe het maar één keer per dag. Maar holy komoli. Ze worden ook echt sterker, heb ik het idee. Maar sowieso ook langer. Wauw. Goeie shit. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Nogmaals, het is prijzig. Maar mocht jij iets willen omdat je denkt, ik heb het echt nodig in mijn leven, dan is het wel waard. Oké, ik moet even 2 pakketjes meenemen. 3 pakketjes meenemen. Mocht je denken, die grote H&M doos die er staat, waarom zien wij daar niks van? Nou, wat ik voornamelijk had besteld, waren deze. Dat zijn mijn nep uggies die ik al had. In het bruin. Die waren nu in het zwart €15. En daarbij had ik dus nog allemaal jeans ook in de sale besteld. Allemaal verschillende maten en dingen. Maar ze zaten allemaal gewoon niet goed. Deze heb ik nog daarnaast gelegd omdat ik twijfelde. Omdat dit de enige was die qua lengte... Want lengte was vooral het probleem. Ze vielen allemaal kort. Deze zat qua lengte wel goed. Maar was eigenlijk in de middel, zeg maar in je taille weer te groot. Dus ik dacht, oké, ik ga nog even twijfelen. Maar nee, ik ga ook daar niet meer over twijfelen. Ik ga hem terugsturen. Dus ik ga ze allemaal terugsturen. Ik had er echt, volgens mij waren het er 7. Ik ga er niet over nadenken, maar die schoenen ben ik heel blij mee. En die hebben ze dus online in de sale nu voor €15. En ze hebben ook in de winkel. Dus als je nog graag fijnzittende nep-ugs wil, dan is het echt een aanrader. Ik dacht, ik draag ze echt zoveel. Ook veel thuis, gewoon lekker warm. Ik ga die zwarte ook nog bestellen. Terwijl ik eigenlijk ging kijken voor broeken. Maar de zoektocht naar de perfecte jeans. Ik moet even een talcollectie hebben. Ergens. Even kijken. Ik krijg er altijd wel tips over. Maar op een of andere manier heb ik dat niet onthouden. Waar die talcollecties ook alweer zijn. H&M heeft dat niet volgens mij. Nou, zo. Ik denk dat hij wel goed dicht zit. Dus vandaar dat je er niks van gezien hebt. Want ik ga er dus ook niks van houden. Dus dat was geen shop op waard. Hoppatee.
ertussen bij de Van Haren, maar ze hebben niet heel veel soorten meer. Ik heb deze aan, maar dit is een ander model. Ik denk dat je het nu ook goed kan zien. En die zit minder comfortabel dan deze die ik al heb. Maar die hebben ze dus alleen roze. Dus nu is de vraag, wil ik dat? Of wil ik helemaal... Sophie en Ellie zijn in Doorn aangekomen. En ik had de laatste update nog niet gedeeld. Maar we hebben goed nieuws gehad. Er is niks aan het handje. Dus we zijn weer terug bij het... Heel blij. Heel blij. En terug gelucht bij het revalidatiecentrum. En ik mag niet meer zo lelijk doen over Ede. Nee, ik heb niet heel lelijk gedaan. Maar ik deed wel een beetje gefrustreerd. Ik ook. En ik vond dat ze heel mild zijn. En Ede kan er dus eigenlijk niks aan doen. Nou... Ik denk dat het Zonnehuis er eigenlijk niet veel aan kan doen. Zij heeft alleen informatie ingewonnen omdat ze bezorgd was. En toen zei Ede, kom maar. Die hebben de beslissing genomen. Maar ik ben daar ook niet boos over. Ik ben boos over de communicatie. Ja. Ik kreeg gewoon een telefoontje van de secretaresse. We noemen geen namen. Ik kom u even melden wanneer de afspraak is. Terwijl wij helemaal niet wisten wat er aan de hand was. Dat hoort niet. Nee. Nee, ja. Dingen kunnen beter. Laten we het daarop houden. Nou, zeker wel. Maar hij is weer lekker hier. En wij gaan gezellig op bezoek met een bloemetje. Stukje voorjaar. Stukje voorjaar. En mijn moeder was te vroeg. Dan hoef ik dat ook even... Hé, hey, ik ben niet altijd te laat. Ik had namelijk vanochtend gepost dat ze te laat was, zoals altijd. Maar ze was te vroeg dit keer. Dus ze heeft ervan geleerd. Nu al. Nou, mama weer thuis gebracht. Het was fijn bij opie. Hij was moe van vanochtend natuurlijk, want er was natuurlijk best wel weer een hijsa in de auto en alles. Maar ik heb hem in weken niet zo goed gezien als vandaag. Dus ik ben echt... er is hier een zonsondergang. My lieve, wat mooi. Potverdikke. Dus ja, ik ben echt blij. En ik zat te denken, misschien haal ik wel even een frietje. Morgen hoef ik niet op te passen. En het is al best wel laat. En ik moet zo meteen naar het gelag. Wat onzin is, want ik kan nog best wel koken als ik dat zou willen. Maar het idee is, ik wil het niet. Ik heb zin in een frietje. Maar wat ook wel weer zo is, dat ik waarschijnlijk vrijdag met sterren ook wel ongezond ga eten. Maar zaterdag is daar geen reden voor. En zondag ook niet. Nou, dan is het twee keer in de week en dat is prima. Ik heb er echt zin in. Ik ga het lekker doen. Ik ga lekker frietjes halen. En dan heb ik nog een energy blikje erbij. Begin de camera bijna. Die staat nog steeds in mijn koeling. Dat drink ik echt bijna niet meer. Nou, die gaat er vanavond ook aan. Lekker. Jongens, ik heb net zoiets leuks gedaan terwijl ik bij de snackbar gewoon zat. Ik ging even checken. Met mijn bankrekening. Ik weet niet wat het is. Want dan weet ik wel dat er genoeg op staat. Maar ik weet niet, ik vind het dan toch fijn voordat ik iets ga afrekenen. Omdat ik vanmiddag ook het een en ander heb uitgegeven. Dat ik dacht, even checken hoeveel staat er nog op. Kan ik mijn friet nog betalen? Zag ik dus dat ik mijn salaris van het gelag / het feest had gehad. En ik had met mezelf afgesproken dat ik van dat salaris een nieuw bed zou bestellen. Omdat ik gewoon... Nou ja, ik heb er lang over nagedacht. Ik heb er lang onderzoek naar gedaan wat ik dan precies wilde. En daar was ik nu uit. En toen dacht ik, ik wil het niet van mijn spaarrekening doen. En ik had nu zoveel gewerkt dat ik het ook gelijk van die ene keer kon betalen. Dus ik heb zojuist bij Emma, dit is, mocht ik willen dat dit de samenwerking was, het is het niet. Ik heb wel voor Emma gekozen, omdat ik 1, het heel vaak voorbij zie komen bij influencers, dus ik heb er een goed gevoel bij. En 2, ik heb gekozen voor de deluxe versie die de Consumentenbondprijs heeft gewonnen. Dus als het goed is, binnen 15 dagen slaap ik als een roosje. En ik ben een soort van beduust omdat ik er zo lang over gedaan heb, omdat ik het gewoon zo moeilijk vond om zoveel geld voor mezelf uit te geven. Terwijl ik eigenlijk prima slaap. Terwijl ik weet, dit bed, nou ja, dit weten jullie ook. En nu heb ik het gedaan. En ik ben echt heel blij. Maar ik vind het gek genoeg ook een beetje spannend. Nou, oké, genoeg geluld. Jullie gaan het natuurlijk nog zien. Hij komt, als het goed is, in februari nog. En dan
wordt die ook in elkaar gezet. En dat vind ik ook heel chill. Maar moet ik wel even naar wat ik met mijn oude bed ga doen. En hoe ik dat ga aanpakken. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu genieten van een patat speciaal. Wow! Bijna over een kat heen. De dikste ook nog. Ik ben weer terug van de vergadering. En ik heb helemaal niet gezegd dat ik ging. Maar ik heb mijn friet gegeten en toen ben ik gegaan. En dit was vergadering dus bij het gelag. Om even te bespreken van, het feest is daar dus nu vanaf zaterdag. En hoe gaan we dat aanpakken? En hoe gaan we die overgang doen? En wat zijn de dingen die we moeten weten? Wat zijn de dingen die we de afgelopen tijd geleerd hebben? Dus het was echt fijn om even alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel erg zin in. Gewoon, ja, ik vind het ook wel spannend natuurlijk. Maar ik heb er ook gewoon heel erg zin in. Omdat we er al weken over hebben. Omdat ik denk... ik wil er echt alles aan doen om wat we nu hebben opgebouwd in het feest, om dat mee te krijgen die kant op. Want ja, het gaat gewoon plat. Het gaat daar plat. Hoe je het went of keert. Dus die mensen moeten ergens heen. Dus waarom niet naar het gelag? Weet je? Maar dus dat. Ik ga even mijn jeans uittrekken, want... oh, die zat me echt niet lekker meer. Even lekker mijn chillbroek aan. Dan ga ik... iets lekkers pakken. En dan ga ik lekker op de bank zitten. Oh, dat komt daarvan natuurlijk. Ik denk, er liggen daar allemaal spullen. Dat heb ik zelf gedaan. Wat doe jij daar? Dat dacht ik. Oh, en mijn schoenen zijn uit de... Ik heb uiteindelijk geen schoenen gekocht. Maar dat dachten jullie vast al. Ik dacht, nee, ik wil toch gewoon hele witte. Ze zijn nu uit de wasmachine. Nee, je kan het nu niet zo goed zien. Oh ja, nu wel. Ze zijn op zich wel lekker schoon geworden, dus die kunnen er weer tegenaan zaterdag. Zaterdag hoef ik niet diner te lopen, alleen het feest. Dus ik hoef pas om 11 uur te beginnen. Fucking laat. Ik moet echt zorgen dat ik goed wakker blijf. Ik heb nog deze. Die moet nog leeg. Toch weer zo weinig thuis geweest vandaag. Krijg ik echt een kortsluiting van. Op een of andere manier ben ik altijd zoveel weg. En dan voel ik me altijd zo schuldig tegenover de katten. Daar hebben ze elkaar hoor, daar niet van. Ik heb toch ook iets lekkers? Oh ja, dat staat hier. Poes. Jij. Dank u. Ik heb. Dat vind ik echt heel lekker. Bij de Action gekocht. Deze. Dit zijn rijstwafeltjes met melkchocolade. Mag ik jullie bedanken voor het kijken van weer een nieuwe video. Ik heb niks meer te vertellen behalve dat ik mijn oorbellen nog in heb. Dat kan ik niet meer slapen. Maar dat ik wel lekker ga slapen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.